Voorzet van Gari. Die glijdt dan weg binnen de 16. Misschien met de gedachte, ja, hij fluit veel vandaag, dus laat ik maar eens proberen. Dat is een goede paas op Mengering. Mengering in een moeilijke hoek. En Arends blijft goed kijken. Een beetje met lange ballen in de richting van Moreira. En het is in dit geval uiteindelijk gevaarlijk, omdat El Azouti daar bijna met het hoofd bij kwam. Moet eigenlijk winnen. We zijn Kozakken Boys, Danny Buijs. Bal van achteruit. Aardig ingebracht. En door El Azouti toch tamelijk wild behandeld. Nog altijd daar, het gevaar niet voorbij. Kozakken Boys komt op voorsprong en dat zat er toch een beetje aan te komen. El Azouti is de man die hem maakt. En daarmee verstevigt hij zijn topscorerspositie bij Kozakken Boys zelf. Het is zijn 13e van het seizoen. Maar als je de bal tot 2 keer toe, tot 3 keer toe niet wegkrijgt, dan is het uiteindelijk wel besteed aan El Azouti om de bal langs Kibam te frommelen. Een bal van achteruit door Blokland gespeeld. Nou, daar is dan Esseboom. Hij daar dus centraal achterin. Maar wordt toch geklopt en dan is het 0-2. Invaller Esseboom wordt geklopt door de snelle Moreira. En weer slaat Kozakken Boys toe. Esseboom. Nog wat onwennig. Nou, het zou kunnen, maar hij moet hier meespringen natuurlijk. Dat is het eerste. En dan in het tweede. Hier moet hij meespringen. Wordt hij al geklopt. En dan laat hij zich toch heel eenvoudig opzij zetten. Sleutel, zorgelijk. Sanchez Angulo. En een aardige poging van Esseboom. Compliment aan Kozakken Boys. Goed paasje van Abdoulaye. En daar de gelegenheid voor El Azouti. Geweldig resultaat voor Kozakken Boys. Alle hulde voor Danny Buijs en zijn mannen, want die hebben gespeeld zoals ze dat moesten doen. Compact, fel. Goed, snel, storend. Op het moment dat het er toe deed. En Katwijk heeft daar geen antwoord op gehad. Ik denk dat het gewoon echt volkomen onnodig is dat we vandaag verliezen. Ik denk dat we de eerste helft gewoon herenmeester zijn, dat Kozakken Boys het niet weet. Ze bleven naar de kant lopen om te vragen hoe het alsjeblieft moest. En ja, tweede helft gaan ze iets meer druk zetten, denk ik. Ja, en dan krijgen ze een rommelgoal mee. Moet ik eerlijk zeggen, wij creëren ook weinig voor vandaag. Dus het zat er niet in. Vooraf gingen we hier naartoe om te winnen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik had gehoopt van tevoren dat we het qua spel anders hadden ingevuld. Ik had gehoopt dat we wat meer aan het voetballen toe zouden komen. Ik denk dat het qua voetbal een matige wedstrijd was van beide partijen. Maar oké, als het dan voetballend een keer niet lukt, dan moet je zorgen dat je de punten pakt. En dat hebben we gedaan. Ik irriteer me sowieso al mateloos aan mensen of supporters of wat dan ook die alleen maar roepen over kampioenschap. Ik bedoel, ik vind het prima. Dat moet je ook willen als supporter of als mens, maar en als speler ook. Maar elke keer die vragen erover, het slaat helemaal nergens op.